Het is begin november en jij bent jezelf nu al mentaal aan het voorbereiden op kerst. Want dan weet jij, dan moeten we weer leuk en gezellig gaan doen waar jij geen ene kut zin in hebt. Want buiten kerst om spreken je ouders amper tot niet. Je praat niet echt met ze, het is een beetje over koets en kalfjes. Het is vaker gespannen en een nare sfeer tussen jullie in plaats van leuk en gezellig. En dan in één keer word je met kerst uitgenodigd om samen uit eten te gaan. Om leuk een diner te maken. Terwijl je aan alles voelt, gast, flikker op. Mij niet bellen. Nou kan het wel in één keer leuk en gezellig. Nou moet het in één keer leuk en gezellig voor de buitenwereld. Je bent er nu al over na aan het denken. Terwijl het begin november is. En je denkt nu al, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ergens wil je ouders ook niet teleurstellen. Wil je je broers en zus niet teleurstellen. Jij wilt ook voldoen aan dat perfecte plaatje. Jij wilt er ook bij horen. Je wilt leuk gevonden worden. Je wilt niet buiten de boot vallen. En je wilt ook absoluut geen kritiek krijgen. Je wilt niemand tot last zijn. Dus doe je maar wat iedereen doet. Want dan is er even vrede. Dan krijg je in ieder geval even geen kritiek, geen ruzie. En dan voel jij je enigszins goed. Maar elke keer als bijna dat moment daar is van kerst, dan denk je, oh, ik heb hier echt geen zin in. Je bent dagen, weken van tevoren aan het nadenken. Hoe gaat het zijn? Wat mag ik zeggen? Waar moet ik gaan zitten? Ga ik diegene wel of niet aankijken? Kan ik mezelf zijn of niet? Hoe gaat het zijn? Hoe gaat het humeur van diegene zijn? Dikke vette error. Je bent je handen in het haar denken. Hoe de fuck moet ik het allemaal gaan doen? En elke keer komt het terug. Elk jaar. En je wilt voor jezelf kiezen. Jij wilt dat het beter gaat. Maar je vindt het erg spannend. Je vindt het eng. En ergens denk je ook, ik weet niet waar ik moet beginnen. Dan ben je bij mij, met dit filmpje, aan het juiste adres. Heb jij die moeizame relatie met je ouders? Lees dan de caption voor een belangrijke tip. En anders, volg mij voor meer. Je staat er niet alleen voor.